Ja, ik zag het gewoon niet aankomen. Nou, eigenlijk toch wel, maar ik dacht, laat maar. Ik dacht dat ik alles in de hand had. Tot aan dat ene MT-overleg. Blanco. Ze hadden het over crowd, nog iets. Crowdsourcing is niks anders dan vragen aan mensen wat ze ergens van vinden. Twitter. Ik weet nog steeds niet waar het over gaat. Nou ja, ik ben zeker dat mensen ze gaan vertwitteren. Omdat we nog niet doorhebben dat de hele wereld meekijkt. Het medium is anders. Twitter is één too many. Gelukkig hebben we een sterke positie in de markt. Het is een bedrijf in Amerika, daar heb je een telefoon, dan ben je in de winkel, dan zie je een product en dan ga je met je telefoon ga je die barcode scannen. Weet je wat je krijgt als antwoord? Waar kan je hetzelfde product goedkoper kopen? Sterker nog, je krijgt ook de route om daar naartoe te lopen. Ik kon zelfs op onze site de weg niet meer vinden. Want als we kijken naar de site van Bayerradar, wat is eigenlijk, jongens, cut the crap, dit wil ik weten. En niet alles wat er omheen zit. Ik snap niets meer van al die onzin. In twee slides laat ik jullie zien dat het totaal geen onzin is en jullie zullen daar ook van overtuigd zijn. Want... Oh, voor al je strategische vragen hebben wij een oplossing op maat. Kijk op mrharder.com.